De inwoners van Abkoude hebben nog steeds last van de nasleep van de verhuizing van Douwe Bob, die onlangs het nieuws haalde vanwege vermeende straaterreur. De zanger werd flink bespot in de populaire tv-show Even tot hier. De situatie met bekende Nederlanders lijkt uit de hand te lopen. In de Jordaanse Jumbo moet nu continu iemand op de uitkijk staan voor Glennis Grace, terwijl Abkoude te maken heeft met de mannelijke variant Douwe Bob. Het gerucht gaat dat hij afgelopen weekend betrokken was bij een incident bij de plaatselijke Albert Heijn, Vlak bij het huis van Eva Jinek. Even tot hier, een goed bekeken TV-hit, speelt in op de vraag waarom zoveel Nederlanders tegenwoordig hun boodschappen in Duitsland doen. Niels van der Laan maakt een sarcastische opmerking, in Nederland is het te gevaarlijk, hè, want daar staat Douwe Bob iedereen in elkaar te rammen. Jeroen Woensdag voegt er een quiz-element aan toe, verwijzend naar een vermeende vechtpartij van Douwe Bob met een jongen in abkoude. De insinuatie is dat Douwe Bob de jongen toeschreeuwde, ga dood. De reden voor het gevecht? Jeroen suggereert humoristisch dat Douwe probeert de door hem zelf veroorzaakte overbevolking recht te zetten door het bataljon aan vrouwen dat hij zwanger heeft gemaakt. De inwoners van Abkouden worden humoristisch neergezet als angstig door de straten lopend vanwege hun nieuwe agressieve inwoner. Er wordt zelfs een fictieve campagne gestart, zie je Bob, zeg het hardop. Even tot hier deelt later in de show een minuut gratis boodschappen uit aan een minder bedeelde vrouw, maar niet zonder een komische twist. Een levensgrote glennis van bordkarton verschijnt plotseling in de supermarkt, gevolgd door een kartonnen versie van Douwe, die waarschuwt: Kijk uit dat je niet geslagen wordt niet zwanger worden. Naast de hilarische Douwe-bob-situatie verrast Even tot hier ook met een vrolijke reünie tussen Bonnie S.T. Claire en Ron Brandsteder.